30 afleveringen in 4 verschillende seizoenen met meer dan 7 miljoen weergaven is mijn vraag nog steeds onbeantwoord. Bestaan geesten nou echt? Daar gaan we dit seizoen achterkomen. De meest bespookte locatie van Europa. Het Poveglia-eiland bij Venetië. Het werd gebruikt om mensen die leden aan de pest in quarantaine te kunnen opsluiten. Ze werden gedropt op het eiland om er vervolgens nooit meer vanaf te komen. 250.000 mensen zijn hier overleden en zijn verbrand of liggen onder de grond. Onder veel internationale ghost hunters wordt deze locatie als de meest angstaanjagende en paranormaal actieve plek bestempeld. Een paar eeuwen later werd het eiland gebruikt voor een psychiatrische inrichting. Er werden horror-experimenten uitgevoerd en mensen die daaraan overleden werden verbrand in de ovens op het eiland. Vandaag gaan we met een bootje die kant op, om er vervolgens de hele nacht te blijven en onderzoek te doen met onze coastapparatuur. Na een jaar lang wachten en meer dan 10.000 aanvragen voor een nieuw seizoen, presenteer ik jullie vandaag de Spooktocht Seizoen 5, de Halloween Special. We zijn nu dicht bij Venetië op een campingspot. En hier hebben we ook dus gewoon stroom, wat echt super relaxed is. Kunnen we alles mooi opladen, want morgen gaan we een lijpavontuur tegemoet. Ben je al een beetje gespannen, Tom? Gespannen? vanavond slapen we nog lekker hier, maar... Voor die slaapplaats. Ja, ik weet nog niet hoe enthousiast ik daarover moet zijn. Zullen we het water ook even bijvullen trouwens? Ja. Dat is een goed idee. Om mezelf maar lekker af te leiden. Ja, het wordt doodeng. Zo. Ja, dat wordt heel eng. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Je hebt er niet zo'n hard hoofd in, hè? Nee, ik moet zeggen, ik vraag me toch altijd af. Jij wel met die spookserie, maar met die piepers en zo. Maar toch, ik moet het zelf echt ervaren. We zullen het nog wel zien. Omdat ik achter de schermen druk bezig ben met nieuwe series waarin ik meeloop met de brandweer en zowel het leger, stond Spooktocht eigenlijk gepland voor volgend jaar. Maar wegens enorm veel verzoeken van jullie heb ik gekozen om de eerste 2 afleveringen die ik al gefilmd had alvast tijdens Halloween te posten. Dus volgende week het tweede deel, maar daarna is het nog even wachten. Als jullie de serie zo snel mogelijk willen, kunnen jullie mij altijd motiveren door een reactie te plaatsen en een duimpje omhoog in te klikken. Wie weet komt de rest van de serie dan sneller dan gedacht. Mijn stem is een beetje kapot zoals jullie kunnen horen. Ik denk dat we heel veel geschreeuwd hebben deze reis. Maar in ieder geval, het is de dag der dagen als aangebroken. Vandaag gaan we dan eindelijk naar het Poveglia Island hier in Venetië. Jarenlang staat deze locatie al op mijn lijstje. Maar ondertussen ook weer niet. Het is een hele mooie locatie, het is een spannende locatie, maar... Dat maakt het ook weer een beetje eng om er naartoe te gaan. Ready to go. Eerst naar Venetië, even nog een beetje ontbijten. Lekker koffietje doen, lijkt me heerlijk. Zeker heerlijk. Een klein beetje de stad verkennen. En dan wordt het toch echt tijd om de boot te pakken. We hebben om 2 uur 's middags afgesproken met die mannen. Ja. En zoals je aan Devin hoort, heeft hij er geen zin in, net als ik. Goof sleept ons hier weer in mee. SMS help. Bob, weet je wat dat betekent? Het godverdomme opschieten. De bus is al vertrokken. Het is de eerste keer dat dit gebeurt op de vakantie. Oh, ja, ja, de eerste 23 keer, jaar is het de eerste keer dat dit gebeurt. Oh, verschrikkelijk. Heel leven al. Met de bus kwamen we aan in het centrum van Venetië. Een prachtstad. Zelf ben ik er nog nooit geweest en was dan ook zeer onder de indruk van dit idyllische stadje. De gezellige en authentieke sfeer. Een groot contrast van de plek waar we vannacht zullen heen gaan.
We zijn op dit moment op buienradar aan het kijken. En om 1 uur 's nachts is het 62% kans op regen en gaat het keihard onweren. En dat gaat door tot 5 uur 's nachts en daarna gaat de zon weer op. Bij mij staat hij zelfs nog hoger, bij mij staat hij op 80 vannacht. Oké. Met de onweer in de Het is een eiland, we zijn voornamelijk buiten, maar er zijn natuurlijk ook een aantal gebouwen waar we binnen eventueel kunnen slapen. We hebben allemaal een hangmat mee, dus ik hoop dat er een beetje nog wat over is van het plafond, van het dak. Want anders wordt het een goede natte nacht. Maar zijn die gebouwen juist niet de plekken waar het echt spookt? Voornamelijk wel, ja. Ik weet dat je 1 gebouw hebt en dan heb je ook de oven waar de mensen die daar dood gingen aan de pest werden verbrand. 100.000 mensen die daar gewoon... Het hele eiland werd volgegooid met mensen die de pest hadden. Ja. Zodat ze niet hier in het binnenland mensen zouden besmetten. Nee, maar in ieder geval, het wordt een natte nacht, dus we moeten even gaan kijken. Maar inderdaad, wat Devin zegt, binnen is het vaak het engste. Daar heb je ook die ovens, daar gebeurden de meest enge dingen. Dus waarschijnlijk moeten we daar gaan slapen. Om echt, ja, ik had me voorgesteld om echt buiten te liggen, gewoon in een beetje aan de zeekant. Maar als je nu echt binnen moet gaan liggen met die oven langs me en ik ga het ervaren. Ja, ik ben wel een beetje eng. Spannend, ja. Tom, jij hebt me ooit verteld dat jij van spoken houdt. Helemaal niet. Nee. Goed, ik hoop gewoon dat ik zo moe ben dat ik lekker in slaap val en dat het allemaal wel goed komt. Daar ga ik voor. Dat zou mooi zijn. Heb je ooit spoken opgeroepen of heb je ooit iets meegemaakt? Eén keer toen ik heel jong was, maar daarna dacht ik, nou, roep van mij allemaal niet. Nee. Geloof je erin of weet je het gewoon niet? Ik denk wel dat er iets is, maar ik hoef me er niet druk mee te maken. Ik denk, laat me lekker met rust. Dan laat het mij ook lekker met rust. Oh, nou, dit is niet echt met rust laten. Ja, toen jij daar zei met die droom, toch? Toen pas begon ik een beetje te stressen eigenlijk. Ja. Daarvoor dacht ik, maar toen jij dat zei, dacht ik echt, toen werd het real of zo. Toen van binnen dacht ik echt, poeh. Met die droom met Tim, dat je toch met die, dat alles over hoop en het gevoel van binnen. Ja, dat had ik echt het gevoel dat ik werd aangeraakt in de nacht en Tim had een hele lijpe droom. We werden allebei tegelijkertijd wakker. Daarvoor zaten we al in bed, dat we in het hotel zaten, dat in één keer het licht uitging en daarna weer aan. Terwijl dat eigenlijk niet kon, behalve als je het pasje erin en eruit deed. Dus dat is wel een beetje spannend. Alleen op dit moment ben ik eigenlijk nog vrij rustig. Ja, zitten we op een terrasje, denk van nou, ik kom wel goed. Maar als je eenmaal daar bent, echt op die plek, dan ga je het gewoon in één keer voelen of zo. Die energie die verandert. En ja, ik weet het niet. We gaan het ervaren, ja. Kom erop. We hadden wat eten en drinken voor de overnachting en besloten daarna om even te spreken met wat locals. Veel van de ouderen die we aanspraken waren vriendelijk. Maar zodra we over het eiland begonnen, wilden ze liever niet praten. Non collegata, no boat. Don't go there. Crazy people stay there. Uh-huh. Then they died, infested by phantoms the night. Have you ever been there? Yeah, but not tonight. Why not the night? Who's put it for power? Afraid. Players afraid. Where do you want to go to Pavelia? No, we... What do you want to go to Pavelia? Do you know something about the island? It's a story for the ghost. Yeah. What's the search? It's the next hospital. Ex-hospital. Yeah? It's ex-hospital for the quarantena. I photographed the ghost in the side. Whoa, really? No way. Jesus. I find Jesus. Whoa. One time. Jesus. Whoa. Holy shit. Like 5 minutes. Oh, perfect. Yeah, we are at the Hotel Antiche Figure. Pietro. Yeah. Hi, man. How are you doing? Good. You're absolutely crazy, actually. Nou, dat is volgens mij het bootje waarmee we er naartoe gaan, man. Hè? Ja, dat is cool. Zo, nou, daar zitten we. Andiamo per il canale grande. We gaan gelijk, want hij heeft nog een afspraak. En morgen krijgt hij nog een tour door Venetië. Ja, dat zei hij net. Dan gaan we nu gelijk naar het eiland. Door de stad. Oké, we go directly? Ja. Met 2 speedboats recht door Venetië heen, naar het open water.
want ongeveer een kwartiertje varen van Venetië af ligt het Poveglia-eiland. Thousands and thousands of people that were burnt. They were burnt, and so there is this old thing where you say that 50% of the soil is made of human ashes. Yeah. Obviously, it's like a myth more than anything, because it can't be confirmed. One thing that's for sure, though, is this was basically a slaughterhouse. A lot of sick people came here, so they were isolated. The actor of the building killed himself on top of the tower. This one? Yeah, that one. He fell, like he threw himself off, just because he could not handle this anymore. You can hear them. You can. What if it was you and one of those people? What could have happened? How different your life could have been? Yeah. When you come here, you think a lot of how your life is. And it's one of the first time I came here, it was very eye-opening for me, at least. We zijn er, de eerste stappen op het eiland. Het is nu nog lekker zonnig, het ziet er relaxed uit. Maar het idee wat hij al zei, dat 50% van de grond menselijk as is, dat is wel echt bizar en dat klopt ook. Want als je berekent hoeveel mensen hier zijn doodgaan, namelijk 250.000 mensen. En dit eiland is ter grootte van 7 voetbalvelden. Dat betekent dat er 2 lichamen liggen per vierkante meter. Begraven hier op dit eiland. Dat is wel echt een hoop. Ready for the night. Nou, nu wordt het echt. Zij gaan nu weg met de boot. En wij blijven hier zo een hele nacht. Bijna 24 uur. Het wordt wat. Ze kunnen hier ook gewoon niet weg, hè? Kan niet weg zwemmen, het is allemaal veel te ver. Ja, ik hoop ook dat ze ons morgen kunnen ophalen, maar ja, ze hebben wat vertrouwen, hè. Dat hoef je dan maar dat ze vertrouwen zijn. We hebben ze nu weer volledig betaald, wat ze ons vroegen. Ze kunnen gewoon zeggen, ja, lekker laten liggen daar zo, en we hebben het geld. Maar ze zien er uit alsof ze kunnen vertrouwen. Ja. En anders zien we het morgen wel weer. Gaan we morgen non-stop bellen. Tot eerst naar de plek waar die man zich heeft doodgemaakt. Ja, de man, dat is er. Dus dat is best een Oké. De jongens die lopen nu met ons mee naar een plek waar de dokter die alle horror-experimenten uitvoerde op de psychiatrische patiënten zichzelf heeft doodgemaakt. Deze dokter kon het op een gegeven moment niet meer aan. Hij hoorde stemmen van alle doden. En hij heeft zelfmoord gepleegd van het topje van de kapel af. Verschrikkelijk verhaal uiteraard. Dat is altijd enorm niet te bevatten om er zoiets uit te leggen. Maar dat is hierboven gebeurd op de top. En die jongens wilden dat even laten zien. Dus wij gaan met ze mee. Human tests. This place has really, really, really scary background because of all the things that happened. And there is where they worked, and there's also things where they did experiments in. And he killed himself from inside. From upstairs. From up there, then he jumped here. Kijk eens joh. Hij is daar dus vanaf gesprongen helemaal hier naar beneden. Crazy. They were simply used as human labs. This place was a human lab.
experiments of any kind, any sort of medicines. De trap is helemaal afgebroken, maar je kunt nog steeds naar boven toe. Hieronder deden ze dus al die human experiments, de menselijke experimenten, op psychisch zieke mensen. Het is zo bizar om te denken. Op dit moment is de mentale zorg in Nederland eigenlijk al, als je mij vraagt, bar slecht. Er gaat veel te weinig geld naar mentale gezondheid. Er is veel te weinig hulp. Als jij naar een psychiater wil, of een psycholoog, je wilt therapie, dan staan er maanden wachtrijen op. Wil je eerst worden geholpen? De 1 in 3 zelfmoordlijn is dit jaar overbeld. Ook door corona, doordat mensen eenzaam zijn geworden en thuis zitten, is het nog veel erger geworden. Maar als je terugdenkt naar periodes vroeger, zoals hier, dan werd je dus gewoon op een eiland gestopt als jij je niet lekker in je vel voelde en je uitte je daarna anders. En mensen bestempelden je daardoor als gek en daar kwam je nooit meer vanaf. Je werd op dit eiland gegooid en alles wat jij deed was een reden om weer te zeggen, zie je, hij is gek. Terwijl zulke mensen natuurlijk eigenlijk gewoon therapie en hulp nodig hadden. En dit kregen ze niet, ze werden hier gestopt en in plaats van hulp werd er dus op hun geëxperimenteerd. Nieuwe medicijnen, ze werden gemarteld. Echt verschrikkelijke onmenselijke dingen werden hier gedaan. En uiteindelijk storven deze mensen hier in volledige eenzaamheid en ja, onmenselijke situaties. Echt bizar wat hier gebeurd is. Ik begon me steeds nader te voelen. De jongens hadden ook hetzelfde gevoel. Een duizelig gevoel en moeite met ademen. We gingen naar het dak en vanaf deze plek zagen we waar vroeger de boten aankwamen. Als je toen de tijd uit de boot stapte en je eerste voet op dit eiland zette, zette je nooit meer een voet terug in de boot. Eens op het eiland, altijd op het eiland. Als je hier arriveerde, dan ging je hier ook dood. Daar zie je weer oude metalen constructies die werden gebruikt voor de bedden, volgens die jongens. Dit waren de bedden inderdaad, waar ze dan lagen met z'n allen stapels van 3. Misschien zat er nog een verdieping boven. Want ze dachten natuurlijk, fuck it, gooi al die mensen maar hierin. Dus ik denk dat het allemaal niet per se zo schoon, netjes en hygiënisch was. Oh. Zo, je zou je die over hebben. Holy moly. We staan nu recht voor de ovens waar die mensen letterlijk in werden verbrand. Gewoon 100.000, hè? Ja. Er zijn hier 250.000 mensen doodgemaakt in de tijd van de pest en zo. Moet je voorstellen dat een lijk daar letterlijk of een mens daar letterlijk zo in werd geschoven en verbrand. Holy shit. Terwijl we wegliepen bij de ovens kregen we allemaal een ontzettend rot gevoel. Ik wil het niet zeggen, maar ik heb precies datzelfde gevoel. Een wavy gevoel vanaf binnen ofzo. Ja, serieus. Maar er is misschien ook weinig zuurstof hier gewoon. Dat kan ook. Ik weet niet, ik voel wel een gek. Ben je voorrotte? Jij niet? Ja. Ja, hoor. Hier sliep je dan. We zeiden het net al tegen elkaar, maar wel echt een gek gevoel krijg je nu je hierboven bent. Het is een beetje apart al omschrijvend, klinkt een beetje onzinnig om te zeggen van oh, we zijn in één keer duizelig, maar het is wel wat het is. We zijn in één keer allemaal best wel licht in ons hoofd, voelen ons een beetje gekkig. Voor de rest wel gewoon oké, maar het is gewoon een kleine duizeligheid die ons opeens allemaal te pakken heeft hierboven op deze verdieping. Ik ben ook een beetje zuurstof tekort. Ja, echt. Terwijl eigenlijk gewoon alle ramen open staan. Volle bak. Echt een beetje gek. Beetje koppijn zelfs. Ja. I don't know, personally, I feel like something is odd. Just feel something, like somebody's here. En een raar gierend soort vibe door je lichaam die energie kost. Ja. Beetje een slap gevoel. Ik ook echt moe, maar ondertussen gewoon een beetje een grimmige, moeige sfeer door je lichaam. Het is En op dat moment besefte ik dat de accu van mijn camera in één keer leeg is gezogen. Bizar wat er op dit moment gebeurt. Ik heb de eerste accu in mijn Sony zitten. Die hebben we vanochtend begonnen met de shotjes in Venetië bij de camper. En nu de eerste paar shotjes hier op dit eiland. Normaal kan deze accu altijd minimaal een hele dag kan ik daarmee rondkomen. Echt minimaal. En nu is de batterij al op 3%. Ik heb een fotootje gemaakt, kijk.
je ziet het, 3%, dit is van het scherm. Altijd als ik spooktocht film, bij geen enkele andere serie of bij andere opnames gaat dit zo snel. Bij de spooktocht is het altijd 10 keer zo snel dat die accu leeg is. Naast mijn camera was ook mijn telefoon, sinds dat we op het eiland waren, razendsnel opgegaan. Een apart verschijnsel, wat niet alleen ik, maar ook alle jongens hadden. We gingen nog verder op ontdekking uit en vonden nog een oven. Nog een oven waar mensen in werden gegooid. En je ziet daar nog de rekken waar ze in werden gelegd. Zie je dat? Ondertussen op de laatste procenten van deze accu. Hier de bedden waar de mensen lagen. En hier zo nog een oven. Dit zal echt het ziekenhuisgedeelte zijn geweest. Hier liggen al de zijkanten van de bedden. En daar de matrassen. Of in ieder geval het gaas waar de matras op lag. Ja, echt totaal geen ontspannen sfeertje. Nadat we veel gezien hadden, besloten de locals om hun bootje te pakken en ons te verlaten. Het was officieel. We waren gedropt op het meest bespookte eiland van Europa. Hey. See you tomorrow. Bye bye. Hey. Nou, daar gaan ze. Pas morgenochtend zouden we hier weer weggaan. De spooktocht is nu officieel begonnen. En vanaf dit moment gaat het dan ook helemaal mis. Toen ik mijn drone precies in het midden van het eiland vloog, op de kern, net boven de zogenaamde Burning Fields, besloot de drone ermee te stoppen. De connectie was sterk, maar viel plots weg en kwam ook niet meer terug. Iets wat ik nog nooit heb gehad in de afgelopen jaren terwijl ik mijn drone vlieg. Volledig in de stress gingen we op zoek naar het geluid van de drone, maar nergens hoorden we deze meer. Waren we de drone kwijt? Was hij in het water gevallen of lag deze nog ergens op het eiland? We besloten om te gaan zoeken. Maar die batterij die droogt zo lang weg. Tiefe, sorry. Waar zijn we überhaupt? Ga hier doorlopen. Kut, sorry. Oké, de drone heeft de connectie verloren. In één keer zegt hij dat hij nergens meer mee verbonden is en de drone is weg. En we horen ook helemaal niks meer. En het geluid is gewoon compleet verdwenen. Godverdomme. Kut. Ja. Geen verbinding meer. Hij is gewoon niet eens meer in verbinding. We horen ook helemaal geen droom meer boven. Nee. Oh, zo kut. Hij was gewoon nog goed. Hij had 12%. Ik was hem terug aan het halen. Hij had goede verbinding en in één keer bam. Wegverbinding. En de drone is gewoon verdwenen. En de drone ligt of ergens in het water nu, of hij ligt ergens op het eiland. Maar het eiland is mega, het is een jungle, dus die gaan we waarschijnlijk helemaal niet meer vinden. Gewoon in één keer, pats, boom, verbinding weg. Oké, dit is het laatste wat ik van mijn drone heb meegekregen. Dit is de vlucht die ik heb gedaan. Ik vloog zo, bam, 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 bam. En hier is hij uitgevallen. Dus we kunnen even daar naartoe lopen, Bob. Ja, dat gaan we doen. Oké, mannen, hier is de drone als laatst gezien. Op 60 meter hoog. Terwijl we 12% hadden. Die kan dus in principe nog alle kanten op zijn gegaan. Ja, maar door de wind. Maar ik denk dat hij wel enigszins naar beneden is gevallen. We zijn nu net boven dat gebouwtje. We lopen net iets vanaf. Dus we moeten nog eigenlijk een beetje die kant op. Helemaal het groene in. Iets meer die kant op. Ja. We moeten gewoon net maar daar doen. Dik ontoegankelijk stuk. Hoe ziet het daar eruit? Eén grote vol met dorens. Weinig zin. Als we misschien met een soort met takken er allemaal heen gaan en dan wellicht alles een soort van kappen, zouden we misschien iets kunnen zien, maar het is helemaal volgroeid. Zoeken was de hoop bijna weg. Totdat we Devin plots hoorden roepen. Zie je hem, Dev? Devin knalt hem van de muur af. Rechtstreeks de dorens in. Gaat ie, jongen? Ja. En daarachter ligt de drone. Ah. Ja.
We zijn de beelden van de GoPro terug aan het kijken, van de drone bedoel ik. En hij landt gewoon heel rustig aan. Hij was niet naar het homepoint aan het gaan, hij was niks aan het doen. Ik had hem nog volledig onder controle in één keer, patsboom. Bam, gaat hier nog even naar boven kijken. Dit is echt gestoord. Dit is echt doodeng. Ik zou hier echt niet meer vliegen als ik jou was. Nee, dat zou ik ook helemaal niet meer doen. Maar ja, we hebben in ieder geval de drone, want dat was het belangrijkste. Ja, dit hield allemaal wel, ja. Maar het was niet echt heel chill, nee. Er zit hier één, er kan nog eentje daar zo. Aan die kant kunnen er ook twee. En dan moeten we even kijken hoe we een laatste nog kunnen zetten. Ik ga hem hier zo vanaf buiten aan de stangen, dus aan de steengebouw, ga ik hem vastmaken. En dan zorg ik dat hij over deze ligt, zodat hij niet te ver naar beneden gaat. En dan kan ik hem aan die kant ook weer buiten vastmaken. En dan ligt hier zo eigenlijk best goed, droog, toch een beetje frisse lucht van buiten. En ja, het lijkt me eigenlijk wel een chille plek om te liggen. Hey, chill. Een nieuw seizoen, ik heb er weer enorm veel zin in. En in aflevering 2 gaan jullie zien hoe wij hier gaan overnachten. En uiteraard hoe wij de K2 meter, de Ghost apparatuur er weer bij gaan pakken. Om te kijken of het hier inderdaad paranormaal actief is. Wil jij nou zien wat er in aflevering 2 gebeurt? Zorg dan dat je een duimpje omhoog doet en dat je een comment dropt. Want bij de 15.000 likes en bij de 1000 comments komt deel 2 zo snel mogelijk online. En ga ik voor jullie snel achter de computer om die in elkaar te flansen. Mannen. Zeg maar even wel rusten alvast. Ja, wel rusten denk ik dan, hè. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik ga toch niet slapen, fuck ik.